We zouden de trots, de parel zijn van het Caraïbisch gebied. Mimré Theater Amsterdam gedenkt met de theaterproductie Moiwana de binnenlandse oorlog in Suriname die velen het leven heeft gekost. Moiwana is een dorp aan de Marowijnenrivier in Suriname, een gebied dat geteisterd werd door binnenlandse oorlogen. Het verhaal begint in Nederland. Een Surinaamse man verlaat zijn witte vrouw en gaat werk zoeken in Suriname. Hij komt terecht bij het Nationaal Leger waarbij hij actief deelneemt aan de invasie van Moiwana. De op avontuur beluste Surinamer raakt in Moiwana verliefd op een meisje. Het verliefde paar brengt het gehele dorp in beroering. Mimré is een multiculturele toneelgroep die realistische stukken over gebeurtenissen uit de samenleving speelt. In de 6 jaar van haar bestaan heeft Mimré met producties als Haar Laatste Vlucht, Drugs, Niet Mijn Kind en Spookbeeld, Sumanami een gevoelige snaar geraakt bij het publiek. En dan komen we terug op Srevidentie. 23 jaar Suriname onafhankelijk. Prachtig feest in de sporthal. MJ doet dadelijk wat interviews met mensen. Maar we gaan eerst luisteren naar mevrouw Bellion. Zij is de burgemeester van Zuidoost. Min of meer, zo kun je dat noemen. Zo trots op haar zijn. Zij is pedagoge. Eerste migranten stadsdeelvoorzitter van Zuidoost. In de volksmond de eerste zwarte burgemeester van Zuidoost. Ik vraag uw aandacht voor doctorandus Hanna Belliot. In het bijzonder. Uiteraard heb ik een geschreven tekst zoals dat hoort, maar ik denk dat het handiger is dat ik de tekst samenvat, omdat een gelees op dit moment misschien niet zo prettig zou overkomen. Wij zijn vandaag natuurlijk, dat weet u ook wel, hier om even stil te staan
bij het feit dat wij 23 jaar geleden in Suriname de onafhankelijkheid hebben gekregen. Of ervoor hebben gestreden. U vult het maar in. Maar dat het er was, dat is een feit. En dat u en ik hier zijn, ook vanwege die historische ontwikkeling, ook dat mag een feit zijn. Ik denk dat u als Suriname representator een heleboel gezegd heeft van hoe dat nu in Suriname is. Maar het mag duidelijk zijn, ook uit de tekst die vandaag hier nog in mijn pakje zit, is er een relatie gelegd tussen Surinamers daar en Surinamers hier. Gaat het goed in Suriname, dan gaat het ook goed met ons. Gaat het hier goed met ons, dan gaat het ook met Suriname daar goed. Dus ik denk dat wij voor eeuwig historisch, maar ook voor de toekomst met elkaar verbonden zullen blijven. En gelukkig maar, want je kunt niet de geschiedenis afsnijden en je kunt niet aan mensen zeggen, vergeet dat dan maar daar. Ik ben natuurlijk hier in dit stadsdeel primair verantwoordelijk voor u hier in dit stadsdeel. Wat ik met heel veel plezier doe, die verantwoordelijkheid in te vullen. Ik ben portefeuillehouder ruimtelijke ordening, portefeuillehouder veiligheid, portefeuillehouder communicatie en portefeuillehouder sociaal-economische ontwikkeling. En dat is nogal wat. Maar in het kort komt het inhoudelijk erop neer dat ik ook een verantwoordelijkheid heb te nemen voor u als Surinamers, vooral hier. Met natuurlijk inachtneming voor Surinamers daar. We hebben in dit stadsdeel een grote bevolkingsgroep wat representeert Suriname. Het aantal Surinamers hier is volgens mij zo'n 50.000 bij benadering. We hebben in dit stadsdeel, we zijn het grootste stadsdeel van Amsterdam. We hebben het grootste aantal bewoners van Amsterdam. We zijn 3 keer zo groot als de kern van de stad. Dat is heel veel. Wij realiseren ons dat misschien te weinig. In dit stadsdeel gaat ook het meeste geld om. We hebben hier vanuit mijn portefeuille bekeken 2 miljard op dit moment gestoken in de ruimtelijke ontwikkeling. Mijn portefeuille alleen, los van die 2 miljard in de sloopoperatie nu waar ik op dit moment niet verder over zal praten, betreft 240 miljoen. We zijn het grootste stadsdeel met ontzettend veel mogelijkheden, maar vooral denk ik die mogelijkheden die u als Surinamer hier bijna als een voorbeeld voor de rest die na ons zijn gekomen gaat invullen. We hebben een enorme, ja, mag je bijna zeggen, een voorsprong op de rest wat na ons gekomen is. En daar maken wij gebruik van. In de politiek zijn wij sterk. In de handel zijn wij sterk. We hebben een aantal scholen. En binnen de school hebben wij de naam dat wij de beste leerkrachten hebben. We zijn als Surinamers een belangrijke, kwalitatieve groep bevolking in dit stadsdeel, niet alleen, maar breed in Nederland. En uiteraard zijn er nogal wat Surinamers die wij mee moeten nemen in de vaart der volkeren. Aan de andere kant hebben wij ook het grootste aantal werklozen. Gelukkig zijn we aan het inlopen. Toen ik 8 maanden geleden hier het roer overnam, hadden wij nog 15.000 werklozen. Inmiddels zitten wij op 11.000. Dat is een enorme vooruitgang. We hebben hier in dit stadsdeel in 7 maanden tijd met elkaar samen de criminaliteit doen afnemen. Waar 30% minder inbraken zijn. Waar de helft van het aantal roofovervallen, dat wij het aantal roofovervallen van 4 per dag naar 2 per dag hebben teruggebracht. En er zijn heel veel Surinamers die daar elke dag hun energie, hun deskundigheid, hun tijd en hun liefde aangeven. Dus ik vraag voor u een applaus als Surinamers. We zijn verschrikkelijk sterk. We moeten ook die kracht blijven vasthouden. Nooit verliezen. Nooit door mensen die misschien andere ideeën over hebben ons een domper laten aanmeten. We zijn sterk. We zijn sterk in tolerantie. Mensen hebben het hier over multiculturele samenleving. We zijn al eeuwen multicultureel. Dus we hebben het over elkaar de
de hand steken. Wij gaan al eeuwenlang met elkaar in pad op. We kunnen voor dit land een symboolfunctie zijn van harmonie, van het spreken in dezelfde taal, maar misschien dezelfde met andere dialecten. We zijn ook een voorbeeld voor de emancipatie van autochtone vrouwen. We hebben al eeuwenlang nogmaals, weten wij wat het betekent om op de arbeidsmarkt te staan. Alleen moeten wij misschien de inhaalslag maken om in hogere economische regionen te zitten. Nogmaals, ik geloof in u als Surinamer. Ik geloof in Suriname. Suriname is mijn hart. Suriname is die man die ik al jaren daar heb achtergelaten, maar waar ik elke avond nog steeds van droom. Evidentie, zelfstandigheid, betekent ook, ik heb een gedicht een tijdje geleden geleerd van iemand. Mino wanwa ati dino akra. Mi wanwa ye de libi. Mino wanwa ati dino akra. Mi wanwa ye de libi. En wie nee weer susu die nee fit unu weer uw eigen kromp. Zeg je deze. Op het moment is de viering aan de gang van de onafhankelijkheidsviering van Suriname, Srividency Day, inmiddels alweer de 23e. Behalve de eetstandjes en de muziek wordt het hier ook opgeluisterd door heel wat wervingscampagnes. Ik sta hier bij de GVB van Amsterdam. Naast mij staat mevrouw Renking. Hallo. Kunt u mij vertellen wat de GVB is en waarom ze hier staan? Het gemeentevervoerbedrijf heeft een viertal onderdelen. De veerponten, de bus, de tram en de metro. Momenteel zijn wij op zoek naar nog een paar honderd trambestuurders of tramconducteurs in Amsterdam. Denk ik in totaal zo'n 500 kunnen we er nog wel gebruiken. Wat zijn de criteria die jullie daaraan vaststellen? Wij zoeken mensen in de leeftijd tussen de 21 en 65 jaar. Die moeten minimaal een jaar lang uit het arbeidsproces zijn geweest. Is het hetzelfde als een melkertbaan? Ja, onze conducteurs worden betaald volgens de melkertregeling. Dat klopt. Ja, verder moeten ze aan een bepaald aantal eisen voldoen als brilsterkte mag maximaal plus 6 of min 6 zijn. Lengte-eis is tussen de 1,60 meter en 1,95 meter. En daarnaast moeten ze tot het eind van het jaar woonachtig zijn in Amsterdam. Maar na 1 januari kunnen we buiten Amsterdam gaan werven. En hoe zit het met de taal? Ja, ze moeten goed Nederlands spreken. Dus, dat is een vereist. Ja, gewoon logisch als je achter op de tram de klanten te woord wil staan. Er zijn in Zuidoost ontzettend veel werkeloze jongeren. Wat doen jullie dan? Nou, we proberen ons te profileren op beurzen zoals deze. En ook echt doelgericht naar de verschillende wijken gaan. Om daar onze sollicitanten vandaan te halen, zeg maar. Ja, bij mij staat nu de heer Carlo Hal. U bent conducteur. Ja, natuurlijk. Hoe lang doet u dat? Ik zit nu bijna 2 jaar achterop in de tram. Kunt u me wat meer vertellen van de GVB en onder andere uw werk? Over het GVB zou ik zeggen, ik heb een hele goede baas op het ogenblik. Sinds 2 jaar. Het geeft me heel veel mogelijkheden. Even kijken, en achterop in de tram, ik vind het werk te gek. Als conducteur zelf. Maar wilt u zelf ook bestuurder worden? Wie niet, tuurlijk. En daarvoor geeft de gemeente vervoerbedrijf je heel veel doorgroeimogelijkheden om het te worden ook.
Wat zijn volgens u de vereisten? Wat is heel belangrijk? Wat voor tips zou u de sollicitanten meegeven? Nou, daar heb ik een hele goeie. Ja? De beste is altijd jezelf zijn. Goed omgaan met mensen. Veel incasseringsvermogen hebben. En toch in het algemeen heel goede antwoorden teruggeven. Niet te zenuwachtig zijn. En toch die mensen heel menselijk behandelen ook nog. Daar zegt u wat. De laatste tijd wordt er ook veel gesproken over agressie op de tram. Onder andere op de tram en ook op de bus. Heeft u daar ondervinding van? Kijk, het gaat natuurlijk om hoe je met mensen omgaat. Agressie kan je overal hebben. Maar het gaat om de manier hoe je die mensen benadert. En hoe je de antwoord de mensen teruggeeft. Als iemand zijn dag niet heeft, dan moet jij weten, hey, je moet het kunnen inschatten een beetje. En toch de mens naar behoren te behandelen. Dan krijg je die problemen niet. En wat zijn de doorgroeimogelijkheden? Er zijn genoeg. De gemeentevervoerbedrijf is, zoals je weet, een heel groot bedrijf. Je kan de administratieve kant op. Je kan de bestuurderskant op. Je kan zoveel bij de gemeentevervoerbedrijf. Dus het lukt totaal. Het ligt totaal aan jezelf. En mag ik vragen waarom u gekozen bent voor die foto? Fotogenie. Laten we het daarop houden. Ik dank u. Ja, we zijn nu te gast bij de politie. Die hebben hier ook een kraam. Naast mij staat de heer Akalai. Waarom hier? Nou, waarom hier? Zoals de hele overheid wil ook de politie een afspiegeling van de maatschappij te zijn. De politie is nog steeds op zoek naar mannen en vrouwen met een verschillende culturele achtergrond, met diverse functies. Niet alleen in contacten met de burgers, naar buiten toe, maar ook in samenwerking met de collega's. Dat zie je steeds meer de verscheidenheid en mensen zichtbaar zijn. Ook vrouwen, want je merkt dat vrouwen heel vaak denken, nou, de politie, een baan bij de politie is mij niet weggelegd. Ik heb kinderen waar ik voor moet zorgen. Of de kinderen zijn zodanig van leeftijd, lagere leeftijd, dat ze nou zeggen, nou, ik heb geen oppas. Tegenwoordig hebben wij ook een hartstikke mooie folder ontwikkeld. Dat is Wereldstad zoekt wereldvrouwen. Die is gemaakt echt om vrouwen te attenderen. Ook dus allochtone vrouwen, autochtone vrouwen. Dat tegenwoordig een baan bij de politie geen luxe is. Maar dat je dus ook in principe met een kind ook met een baan bij de politie kan implementeren. Nou is er in Zuidoost ontzettend veel werkloosheid onder de jongeren. Ik hoor getallen van 12.000 zo'n beetje. Maar ze zijn niet alleen werkloos, ze hebben ook weinig arbeidsverleden en weinig opleiding. Wat zijn de criteria die jullie aan een baan vaststellen? Nou, wij zijn dus nog steeds op zoek naar jongeren die graag bij de politie willen komen werken. Zodanig als autochtoon, als allochtoon. Wel hanteren wij gewoon voor iedereen, of een allochtoon met een autochtoon, een gelijke eisen. De eisen zijn minimaal voor een surveillant een LBO-diploma, maximaal een MAVO. Heb je een MAVO D-niveau met minimaal 3 jaar werkervaring, dan kan je voor een agent solliciteren. Daarboven, mensen die een PBO of een HBO-diploma hebben, kunnen hier bij ons met de Nederlandse politieacademie solliciteren. Dus we maken geen onderscheid met mensen die van allochtone afkomst zijn, die geen diploma's hebben, die we bij de politie halen. Het is voor iedereen een gelijke eisen. Nu bij de werkmaatschappij Zuidoost. Naast mij staat de heer Lobato. Welkom. Bedankt. Kunt u me zeggen wat de werkmaatschappij is en wat hun doelstellingen zijn? Nou, de werkmaatschappij Zuidoost is een bemiddelingsorganisatie tussen werkzoekenden en werkgevers. Nou, de banen die we op dit ogenblik hebben zijn melkertbanen en werkervaringsplekken. Dat houdt in, er zijn bepaalde criteria aan verbonden, zoals je moet in ieder geval ingeschreven staan bij het arbeidsbureau voor een jaar of langer. Voor een melkert 1 baan is dat zo dat je 23 jaar of ouder moet zijn en een uitkering moet hebben. En nou, wat zijn die melkert 1 banen? Dat zijn alle banen in de non-profit sector, zoals scholen, sport, clubs,
Functies als flatwacht, tramcontroleur, dat soort functies. Alles in ieder geval wat non-profit is. En dan heb je natuurlijk de profitorganisatie. En daar hebben wij dan weer de werkervaringsplekken voor. En de criteria daarvan zijn in ieder geval 1 jaar ingeschreven staan bij het arbeidsbureau of langer. En in ieder geval, als je hebt gewerkt het afgelopen jaar, mag dat niet meer zijn dan 400 uur. Nou heb ik begrepen dat er in Zuidoost zo'n 12.000 werkloze jongen zijn. Dus ontzettend veel. Maar behalve dat ze werkloos zijn, hebben ze natuurlijk ook een probleempje. Ze hebben weinig arbeidservaring en weinig opleiding. Is er ook een mogelijkheid dat jullie opleidingen verzorgen? Nou, die mogelijkheid was er eerst niet. Ik zeg was, omdat vanaf 1999 gaan we samen met een andere hele grote organisatie die met name ook opleidingen geeft. Gaan wij mensen zeg maar in dienst nemen en opleiding geven en dan uitdetacheren. Dus het zit wel in ieder geval in de pot. Het komt eraan. Waarom staan jullie hier vandaag? Nou, omdat we gewoon de mensen tussen de mensen willen komen. En ja, dit is toch ook een manier om tussen de mensen te komen. Je moet gewoon niet alleen de mensen jou laten opzoeken, maar ook een beetje de mensen opzoeken. En ja, dat moet je doen bij hun eigen bijeenkomsten. Zijn jullie op zoek naar een bepaalde doelgroep? Je zei net wel werkelozen, langer dan een jaar thuiszittend. Ja. Dat is wel heel breed. Dat is tot en met 19, laten we het zo zeggen, tot en met...